Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Isabel Zonzer. Ik ben 23 jaar. Ik ben op plaats 30 voor de N-VA-lijst voor het Vlaams parlement. Ik ben sinds januari districtsraadslid en heb economie en rechten gestudeerd aan de Sorbonne Universiteit in Parijs. Mijn bericht is simpel. De toekomst is vanzelfsprekend aan de jeugd en dit in een onafhankelijk Vlaanderen. Ik ben heel trots om de jeugd te vertegenwoordigen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Omdat ik voel dat de stem van de jeugd onvoldoende gehoord wordt. We zien politici niet als mensen die zich zorgen maken voor de toekomst van de jeugd. En dat wil ik heel graag veranderen. De politiek is geen gesloten aangelegenheid. We zijn hier om mensen te dienen. Welke quote heeft u gekozen? De toekomst is vanzelfsprekend aan de jeugd en dit is in een onafhankelijk Vlaanderen. Ik geloof in het programma van de N-VA. Het is een programma die zich bindt aan confrontalisme, aan praktische oplossingen zoals ecorealisme. En ik geloof heel hard dat de jeugd een betere toekomst zal hebben in een onafhankelijk Vlaanderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, ik heb er een paar, om eerlijk te zijn. Dus Churchill, omwille van zijn toespraken. Kennedy, omdat hij reikte naar de sterren natuurlijk. En niemand minder dan Bart De Wever, omdat hij het uiteindelijke doel nooit vergeet. Leven als Gueburen met Wallonië, maar met gescheiden bankrekeningen. Want de beste vrienden hebben geen schuld aan elkaar. Wat zijn uw politieke interesses? Voor mij is opleiding enorm belangrijk. Ik wil die aanpassen en verbeteren aan de toekomst. De wetten een einddatum geven om ze actueler te maken en natuurlijk de belastingen hervormen zodat werken meer loont. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, een aantal zaken, maar ik denk het belangrijkste is dat de partijmening blijft bij de mensen die verkozen geraken. Ik denk dat het laatste woord moet blijven bij de mensen die verkozen zijn en niet bij die van de ambtenaren. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Zoals u ziet, ik heb geen voorwerp mee. Ik geloof namelijk naar de kracht van het woord en die moet gedragen worden door de persoon die hem uitspreekt. Ik was altijd een persoon die beloftes naleeft en als ik iets beloof, zal ik het ook zeker doen. Dus ik geloof heel hard in de kracht van de woorden en daarom heb ik niks meegenomen.